vlog gaat een beetje anders worden. Ik ben nu mijn broertje ophalen. En we gaan even wat shoppen voor Estemoa. Estemoa heb ik net naar school gebracht. En ja, ik ga kleren voor een shop. We gaan naar Eindhoven toe. Dus we moeten ook nog even rijden. Daarna Estemoa ophalen van school. En dan kan hij de kleedjes passen. Dus, zo. En trouwens wel echt even heel erg raar dat ik nu zonder Estemoa aan het vloggen ben. Want hij vroeg dit wel aan mij, dus ik heb het wel met hem afgesproken en zo. Maar ja, dat is toch een beetje anders dan, hè? Dus, maar goed, maakt niet uit. Ja, kijk, ik weet niet waarom ik dit nou vertel. Kijk. Goedemorgen. We zijn er in Eindhoven. Volgens mij willen de mannen eerst even gaan eten, of niet? Ja, lekker de McDonald's. Ik ken er wel in. Vooral bij mijn zus. Nou, dat valt wel mee, hoor. Dat is de laatste tijd helemaal niet meer zo. En we beginnen bij de Primark. Om de standaard basics even te halen. Zoals sokken. Mijn zoon die eet sokken. Yay. Oh, warm. Hallo. Mag niet gefilmd worden. Oh, oké. Okay. Sorry. Het maken van kleding is niet. Nee, we mochten in de Primark dus niet filmen. Dus we zijn nu net daar klaar. We gaan nu even eten en ik moet echt naar het toilet. En dan denk ik dat mijn broertje nog even... Ze moet poepen, zegt ze net tegen mij. Ze heeft diarree, zegt ze. Misselijk is het, hè. Nee, ja, ik moet echt even naar het toilet. En ik denk dat hij daarna ook nog wel even bij de zaga wil kijken. Nee, Zara niet, hè. Nee, Zara niet. Waar wil je kijken? Ja, andere winkels, hè. Zoals? Is een McDonald's. Hé, en dan zegt hij iets over mij, hè. Maar ik ben geslaagd. Dus ja, dan gaan we eten. We gaan weer met de dames op stap. Ja. Helaas geen Starbucks. Pak jij de tassen? Natuurlijk, hè? Ja. Een pakkeuzel. Ja, precies. Tot gelijk. Oké, okay, ik wil nog heel even snel een sportzaak. Want ik wil nog heel even snel schoenen halen voor hem. Zal ik even kijken? Welke kant? Want het is niet zo dat ik hier nou heel erg bekend ben. Oké, we hebben nog niks kunnen kopen. We zijn nu op zoek naar een winkel die we niet kunnen vinden. TomTom is handig, maar die werkt dus ook niet blijkbaar niet altijd. Ze zeggen wel eens dat vrouwen slecht zijn in navigeren, maar mannen? Oh my god. Het is nog erger. Vooral die daar, hij daar. Zet een chick. En deze man, die weet de weg helemaal niet, terwijl we voor hem aan het zoeken zijn. En het begint te regenen. Ook al, man. Hier liepen we helemaal niet. Echt niet. Dus wie heeft er nou gelijk? Hij komt niet meer naar die winkel. Wie heeft er nou gelijk? Jongen. Als ze mij niet hadden, hè, dan hadden ze al 5 rondjes door Eindhoven stad ingelopen. Hadden ze die winkel steeds niet gevonden. Waarom wil je mij dat vloggen? Ik ken de Nederlandse mensen. Oh, hij heeft wel humor. Dat moet je hem meegeven. Daar zijn we al. We zijn eindelijk bij plaats van bestemming. Eddie's. Wat? Ik heb een Nederlander. Hij is bekend Nederlander. Dus zwaai dan. Oké. Okay. Hi. Hij is er nou niet bij, maar we zijn voor hem ook een beetje aan het shoppen. Wat leuk. Ja, dus ik vlog dit alvast voor hem. Maar dan kan hij en dan straks kan hij het gaan passen wat we hebben gekocht. Oh. Ja. Super, hij hoeft alleen te dragen. Ja, oké, we zitten in de auto onderweg terug.
Ik moet Esther ophalen van school. En we zijn helemaal nat geregend, want het begon ineens heel hard te regenen. Ik hoop dat Prinsje blij is. En helaas heb ik nog geen goede schoenen kunnen vinden. Dus ja, moet ik nog een keer terug naar de stad, denk ik. Maar dan wel gewoon om de hoek, niet meer zo ver. We gaan het zien. Het regent, de pannetje wordt nat. Oké, ben je homo? Bi. Bi. Hey Tom. Oké, daar zijn we dan. We zijn nu aan het wachten op Estemo, die is nou bijna uit van school. Mijn nichtje gaat ook mee, dus die moeten we thuis wel afzetten. En Nou, ik ben uit school. Eindelijk. En ik heb mijn squishy meegenomen van thuis. Piep boep. En hier is Soja. Hallo. Mama heeft allemaal voor me geshopt. Dus ik ben benieuwd wat het allemaal wordt. Wat dit is. Ben jij ook niet benieuwd? We zijn thuis en... Ik ben helemaal omgekleed met... Ik ben ook klaargemaakt voor het pak. Voor het passen, inderdaad. Ja. Hè? Maar we gaan dus eerst eventjes de t-shirtjes. Voordat je het pak aan gaat doen, gaan we eerst even kijken naar de t-shirtjes. Nee. Jawel. Ik wil eerst het pak. Wil je het pak aan? Ja. Oké, nou, doe maar pak aan dan. Jee! Deze vind je ook wel mooi, toch? Nou, niet zo mooi als mijn pak. Nee, oké, maar het is wel mooi toch? Ja. Voor de zomer. Het was heel leuk bij de Primark, allemaal helemaal niet zo heel duur. Shirt is wel gewoon van katoen, dus dat is altijd wel goede kwaliteit. Zullen we nog meer kijken wat er nog meer in de tas zit, zeg maar. Ik denk nou dat we echt, zal ik het vetste shirt pakken die ik heb voor jou? Ja? Ja. Doe maar wel even je ogen dicht dan, want dit shirt is echt super cool. Oké? Wacht. Oké. Oké. Ogen dicht, ogen dicht, ogen dicht. En nou... Dit is echt super vet. Kijk maar. Ja, kijk maar. Kijk naar de kleuren. Welke kleur is dit? Lekker groen en dan... Dit hier gaat zo lang. Ben je er blij mee? Ja. Oké dan. Oké, spijkeroverhemdje. Met korte mouwen. Hij vindt hem wel leuk, maar ook weer niet. Hè? Een beetje matig. Maar ik denk dat is leuk voor in de zomer met een korte broekje of zo. Oké, mama heeft ook nog schoenen gevonden voor jou. Maar helaas geen schoenen met lichtjes. Oh ja, we maken hem open. Ja, maken we hem open? Ja. Oké, dan gaan we kijken. Nee. Dit is X's. Mag ik hem open? Ik noem dit altijd X's. Maar mag ik hem open? Ja, ja, tuurlijk, ongeduldige. Vind je hem vet? Oh ja. Dit is mijn nieuwe tas. Daar ben ik echt super blij mee. Ja. Hij is wel een beetje klein, maar dat vind ik juist leuk, zeg maar. Dat is meer iets voor vrouwen. Ja, dat is meer iets voor vrouwen, inderdaad, ja. Dus ja, we hebben vandaag gewinkeld bij Eddie's in Eindhoven. En als je het ook wil, check het. Check het, inderdaad. We hebben geshopt bij de Primark. Daar hebben we dit gave shirt vandaan waar die zo gelukkig mee is. En we hebben schoenen gehaald bij. Ja, dus ergens bij die winkel. Dat weet ik ook niet precies. Oké, dat was onze shopvlog. Dankjewel mama voor alles. Graag gedaan. Dus. Dit was onze shopvlog. Hij zat op school, mama ging shoppen, mama is blut nou. Ja. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Ik vond het echt heel moeilijk om te vloggen in mijn uppie. Ja, ik vond het best wel moeilijk om vandaag te vloggen zonder jou. Ik wist helemaal niet wat ik in de camera moest zeggen. En ik dacht de hele tijd maar van, oh shit, ik moet vloggen. Dus ik vind het heel knap van je dat jij dat gewoon doet. Tot volgende week! Twix! Ah, een halve Twix!